De progressieve vakcentrale C47 vraagt in een brief aan president Santokki om de verhoging van de energietarieven binnen 2 weken terug te draaien. Gisteren werd bekend dat na een eerdere verhoging van 15% de tarieven per 1 september met nog eens 10% zijn verhoogd. De vakcentrale brengt de president in herinnering dat met de sociale partners is afgesproken dat het rapport van Ernst & Young eerst uitgevoerd zou worden alvorens de tarieven aan te passen. Er moet eerst een traject worden uitgezet om een kostenefficiënt tarief vast te stellen. C47 zegt geen enkele vorm van actie uit te sluiten als er geen reactie komt op de brief. Het afgelopen weekend is er ingebroken bij de hoofdpolie van de medische zending in Debike, Sipaliwini. Uit voorlopige rapportage blijkt dat er 2 grote accu's en 300 liter aan brandstof is meegenomen. Door deze diefstal heeft de medische zending geplande bezoeken aan andere polyklinieken uitgesteld. Het traditioneel gezag is in kennis gesteld terwijl de politie bezig is met het onderzoek. In een persbericht zegt de medische zending te betreuren dat door de diefstal er stagnaties optreden in de medische voorziening in de omgeving.